Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemiddag en welkom in deze dienst. Zoals bekend kunnen vanwege de COVID-19 maatregelen slechts 30 gemeenteleden naast kinderen en medewerkers in de dienst aanwezig zijn. In verband met de beperking van het aantal bezoekers is er slechts één wijk aanwezig en dat zijn vanmiddag leden uit wijk 2. Helaas volgt daarom het overgrote gedeelte van de gemeente deze dienst vanuit huis, maar ook voor u allen een hartelijk welkom. Volgende week zijn in de ochtend de leden uit wijk 3 uitgenodigd en in de middag de leden uit wijk 4. De uitnodiging wordt verstuurd op vrijdag om 7 uur. Vanwege het beperkte aantal bezoekers is aanmelding via de website niet mogelijk. Maar als u als gast een dienst wilt bijwonen, kunt u bericht sturen naar aanmelding@pniel.nl. Bij de inschrijving wordt zoals gebruikelijk in een korte gezondheidscheck gevraagd naar corona-gerelateerde klachten. De voorganger vanmiddag deze middag is weer dominee P.L.D. Visser, missionair consulent van de Christelijk Gereformeerde Kerken en predikant in de Poster. Deze middag staat de Heidelbergse Catechismus centraal, zondag 21, vraag en antwoord 56. En de bijbehorende schriftlezingen uit Gods woord zijn Jeremia 31, de versen 31 tot 34 en de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 21. Net als vanochtend zijn er weer 3 collecten. De eerste 2 zijn voor de kerk, de derde is voor het bouwfonds. En nu wordt weer verzocht dat collectebedrag liefst per maand over te maken. Het rekeningnummer staat op de site van de kerk, maar wordt ook getoond voor degenen die thuis meeluisteren. Helaas kunnen we met uitzondering van de laatste psalm niet zingen, maar toch beginnen we weer met het zingen van psalm 106, vers 26, hier in ons hart. Of een neur je mee en thuis kunt u uit volle borst meezingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. We geloven en we beleiden dat onze hulp is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die verkiest, van de Zoon die verlost en van de Geest die vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen.
We gaan samen zingen, gemeente. Althans, u begrijpt wat ik bedoel, thuis zingen. En hier laten we dat achterwege. Ik ga dat niet elke keer zeggen. Maar het is in ieder geval uit Psalm 100 dat we gaan zingen, vers 1 en 2. Een bijzonder lied, want diep in het Oude Testament wordt hier de hele wereld, alle volken opgeroepen om God te dienen. Juich aarde, juich alom de Heer. Dient God met blijdschap, geef hem eer. En het feit dat wij hier in de kerk zijn en thuis meeluisteren, betekent dat God begonnen is met de vervulling. Dat ook uit de niet-Joden, niet-kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, hij mensen bijeen roept tot zijn heil. Psalm 100, vers 1 en 2. We zijn als gemeente een onderdeel van die grote wereldwijde, die katholieke kerk van Christus. En we doen met die kerk van altijd en overal geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 95 vers 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Psalm 95 vers 4. Na de apostolische geloofsbelijdenis en laat ieder van u of jou in zijn of haar hart meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam
en een eeuwig leven. We gaan nu eerst samen bidden tot God of hij ons hart wil openen voor zijn woord. En aan het eind van de dienst na de verkondiging gaan we voorbeden en dankzegging doen. En ik dacht, we zijn met zo'n klein gezelschap bij elkaar, dus ik zou vooral de kinderen willen vragen. Als jullie nou nadenken over iets waarvoor je graag wil laten bidden of danken. En ik zeg het nu alvast, dan kun je er even over nadenken en straks na de preek, dan ga ik dat vragen aan jullie. En als er dan iets in je hoofd of in je hart is gekomen waarvoor we willen danken of bidden, dan mag je dat zeggen. Zullen we dat zo afspreken? Ja? Gaat dat lukken? Ik kan jullie goed zien, dus we kunnen zo even contact maken met elkaar. Ja? Dan ga ik dat onthouden en mocht ik het vergeten, ik ga het opschrijven, maar dan wil een van de ouderlingen of diakenen me wel even herinneren. Maar eerst gaan we bidden of God met zijn geest bij ons wil zijn. Laten we bidden. Trouwe Heren in de hemel, zo komen we bij u. We hebben gezongen dat we weten dat we schapen zijn. Schapen die op uw grasland eten, leven. Schapen onder uw leiding. Ongehoorzame schapen. Schapen die weglopen. Maar wees u dan onze goede herder, Heer Jezus. Breng ons bij de kudde. Houd ons bij de kudde. En Heere, als we tot u komen, dan hebben we ook uw leiding nodig. Wilt u door de Bijbel die open gaat vanmiddag en het onderwijs dat we krijgen, wilt u geven dat we zo richting mogen houden in ons leven. Dat we op het kompas van u en van uw woord varen. En niet als een schip zonder roer, zonder kompas, maar heen en weer gedreven worden op de grote zee van het leven. Heere, help ons bij het luisteren, bij het zingen thuis, bij het meedenken, bij het meedoen, in het zingen, in het bidden, in het orgelspelen, in het meepreken als het ware, het meelezen uit de Bijbel. Wees met de kinderen die in de kerk zijn en die thuis luisteren. Misschien is dat lastig en moeilijk. Heere, help ons allemaal thuis of hier in de kerk
om uw stem te horen. En laat het zo ook tot een dienst mogen zijn waarin u de eer krijgt. Dat we u groot maken. Dank u wel dat dat kan. Ook in deze tijd waar heel veel dingen niet meer kunnen of niet meer mogen. Zo richten we ons tot u. Heere, wees erbij. Niet omdat we het ernaar gemaakt hebben, maar omdat u de belovende God bent. Omdat u zegt, bid en u zal gegeven worden. Om Jezus wil. Amen. We gaan twee stukjes uit de Bijbel lezen. Het werd al gezegd, het eerste stukje is uit Jeremia 31. Het tweede uit 2 Korinthe 5. En het houdt verband, dat zal straks wel duidelijk worden hopelijk, met het onderwijs uit de catechismus over de vergeving van de zonden. Want daar gaan we namelijk mee verder vanmiddag. Dus eerst Jeremia 31, vanaf vers 31 tot 34. En dan 2 Korinthe 5, vanaf vers 11 tot 21. Eerst Jeremia 31, vanaf vers 31. Dan zegt de profeet in naam van de Heere God. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Het tweede gedeelte is 2 Korinthe 5, vanaf vers 11 tot 21. Daar lezen we de brief van de apostel Paulus. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover Gods woord. We zingen Psalm 86, vers 3.
Ik heb met dominee van der Rey afgestemd wat er vanmiddag aan de beurt kan komen vanuit de catechismus. Dominee van der Rey had een preek gemaakt voordat hij, vlak voordat hij ziek werd, over zondag 21, de eerste twee stukjes van die zondag. En daarom zal ik nu het derde stukje nemen en als dominee van der Rey weer eraan toe is, hoopt hij de eerste twee delen van zondag 21 te doen. Dus ik sla nu twee vragen en antwoorden over en we gaan naar vraag en antwoord 56. En dominee van der Rey hoopt dat later weer goed te maken. Dus vraag en antwoord 56. Even om de gedachten te bepalen in het onderwijs van de kerk, al vanaf Augustinus, vele eeuwen geleden, gaat het om drie dingen altijd in het onderwijs aan de gemeente. Geloof, gebod, gebed. Drie G's. Geloof, de 12 artikelen van het geloof. Gebod, de 10 geboden. Gebed, het Onze Vader. En die lijn volgt de catechismus ook. En we zijn nu nog steeds bezig, het is alweer een tijd geleden dat u dat hebt meegekregen, maar we zijn bezig met het geloof, de geloofsbelijdenis. En we zijn toegekomen aan de vergeving van de zonde. Daar gaat het dus over in vraag en antwoord 56. En daar staat in onze belijdenis het volgende: wat gelooft gij aangaande de vergeving van de zonden? En het antwoord luidt dat God op grond van de genoegdoening door Christus mij al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil toerekenen, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer, nooit in het gericht, het oordeel van God zal komen. Tot zover. Twee gedeelten uit de Bijbel pak ik daarbij, want de catechismus is uiteraard op de Bijbel gefundeerd. Eén vers lees ik uit Jeremia 31, vers 34. Daar staat deze belofte over de tijd van het Pinksterfeest en daarna. Jeremia 31, 34. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. In het tweede stukje staat in 2 Korinthe 5, vers 18 en 19. Vers 18 en 19. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen een lied van vergeving, lied Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103, vers 2 zingen we na de verkondiging. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes in de kerk, als je op school zit, op de basisschool, dan gebeurt het misschien ook bij jullie wel eens in de klas dat iemand iets doet wat verboden is. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de juf of meester heeft gezegd niet kletsen en dat jongetje of dat meisje naast je begint juist wel te kletsen. En de juf of meester die kijkt dan rond en die zegt van: wie zei dat? Ik had gezegd niet kletsen, niet praten onder de les nu. En ja, wie zou dan zijn vinger opsteken? Zou dan dat jongetje of meisje zeggen: ja, juf, meester, ik was aan het kletsen. Ja, het was mijn fout. Dat is best spannend. Want wat gebeurt er als je zegt dat jij fout zat? Dat jij zat te kletsen in de klas? Of dat jij begonnen was met die vechtpartij op het schoolplein? Of dat jij iets gestolen had van een ander jongen of meisje? Dat is heel moeilijk, hè, om dan te zeggen: ik was het. Want ja, hoe gaat de juf of meester reageren?
wordt hij of zij boos? Krijg je straf? Moet je nablijven? En kijkt de hele klas dan naar jou van, oh, jij bent de schuldige. Ja, dan ga je ook schamen en dan zou je wel willen wegkruipen onder je bank. Heel erg moeilijk is dat. Maar ja, als je iets gedaan hebt wat niet mag en je zegt het niet, ik weet niet hoe dat bij jullie is, jongens en meisjes, maar dan is het toch zo dat er een stemmetje in je hoofd en in je hart blijft zitten. Jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan. Jij moet het eigenlijk eerlijk vertellen dat jij het gedaan hebt, maar je wordt er onrustig van. Misschien slaap je er wel niet eens van. En als je dan, voordat je gaat slapen, naar bed wordt gebracht door mama of door papa, dan kan het zijn, hè, dat het ineens zomaar uitkomt. Dat je zei van, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb iets gestolen, ik heb gevochten, ik heb zitten kletsen en ik durf het niet te zeggen. En misschien, hè, misschien zegt je vader of je moeder dan wel, weet je, dan gaan we morgen samen naar de juf of naar de meester en dan gaan we het samen vertellen. En dan is papa of mama erbij. En weet je, dan is het nog wel steeds heel spannend, maar dan is het wel goed. Dan heb je niet meer dat stemmetje in je hoofd of in je hart dat zegt, jij zat fout. Eigenlijk gaat het daar vanmiddag ook over in de catechismus. Het gaat over de Heere God en ons. Het gaat over verkeerde dingen die wij doen, waar de Heere God verdriet van heeft. Dingen waarmee we mensen om ons heen pijn doen en verdriet doen. En hoe komt dat nou weer goed? Nou, zeggen we dan vanmiddag, ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof dat de Heere God het goed wil maken met mij. Dat ik het mag zeggen, dat ik het mag opbiechten, mag vertellen aan de Heere God en dat het dan goed is. En dat hij er dan nooit meer aan terugdenkt en niet zegt van, oh, maar jij was dat kind, jij was die volwassene die dat of dat of dat fout heeft gedaan. De Heere God doet het weg. Daar gaat het vanmiddag over. Ik geloof de vergeving van de zonden. Drie punten in de preek, dat heeft een persoonlijke betekenis, een gemeentelijke betekenis en zelfs een wereldwijde betekenis. Ik geloof de vergeving van de zonden. Een persoonlijke betekenis, een gemeentelijke betekenis en zelfs een wereldwijde betekenis. Een gemeente, we hebben die twee gedeeltes gelezen uit de Bijbel. Die gaan over vergeving van zonden. Uit Jeremia en uit 2 Korinthe. De Heere God die belooft dat, hè? Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dat zegt hij. Dat is vergeving. En niet meer aan denken. Ik zei het al tegen de jongens en meisjes. Als de Heere God vergeeft, dan zegt hij, ik denk er niet meer aan. Als wij iets vergeven aan mensen, kan het nog wel eens zo zijn dat je er wel eens aan terug moet denken. En misschien zeg je het ook nog wel eens, dan ga je oude koeien uit de sloot halen. Toen en toen deed je dat toch, maar de Heer God zegt, ik denk er niet meer aan. Nou, en in de brief van Paulus in het Nieuwe Testament gaat het er ook over. God heeft ons met zichzelf verzoend door de Heer Jezus. En God was het, vers 18 en dan 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en hen hun overtredingen niet toerekende. Dus dat komt helemaal uit de Bijbel. En wij geloven het en wij belijden het elke zondag. We hebben het net weer uitgesproken. Ik geloof de vergeving van de zonde. Het is ook wel goed om meteen te zeggen dat dat dus iets van geloof is. En niet iets van gevoel. Ik geloof de vergeving van de zonde. Dat betekent dat je je vastklemt aan de woorden van God. Ook die woorden die we net gelezen hebben uit Jeremia en uit 2 Korinthe. En dat je zegt, Heere God, het staat in uw woord, u belooft het. Ik vertrouw erop, dat is geloof. Maar ja, voel je dat altijd? Nee. Kun je soms bang zijn dat de Heere God het helemaal niet vergeeft wat er misging? En dat hij er wel aan terugdenkt, ja. En daarom heeft de Heere God ook bijvoorbeeld
de doop gegeven en het avondmaal. Zodat we telkens weer erbij stilgezet worden dat de Heere God het meent. Hij wil die zonde wegwassen. Hij wil ons aan zijn tafel hebben als kinderen. En hij wil ons de Heer Jezus geven. Kijk maar naar dat brood en wijn. Tekenen van het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Daar gaat het dus over. En dat is iets heel persoonlijks. Laat ik daar bij het eerste punt eens even de nadruk op leggen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Nou, we hebben een vereniging die heet Credo. En weet u misschien wel. Credo betekent ik geloof in het Latijn. Ik geloof. En dat belijden we dus ook hier in deze vraag 56 van de catechismus. Ik geloof de vergeving van de zonde. En wat betekent dat dan? Nou, de catechismus die pakt dat uit in een lange zin. En er zit heel veel in. En laat ik er wat dingen uithalen. Er staan een paar dingen in. Hè? De Heere God staat er. Op grond van de genoegdoening, van de betaling is dat door Christus. God die wil mijn zonde en ook mijn zondige aard niet meer toerekenen. Dus God is bezig in de vergeving van de zonde. Het komt bij God vandaan. Het komt niet bij ons vandaan. Het komt bij God vandaan. Ja, dat is ook al iets bijzonders eigenlijk. Hè? In de kerk zijn we mensen die ontvangen van wat God geeft. Daar begint het mee. We ontvangen van wat God geeft. We zijn in de kerk niet mensen die allerlei dingen zelf doen en allerlei dingen zelf produceren en heel goed bezig zijn. Dat mag allemaal het gevolg zijn, maar dat is niet het eerste. Het eerste is wat God doet. God wil de zonden niet meer toerekenen. Wij leven van wat we ontvangen. En dat is een geweldige ontspanning. Ik weet niet hoe dat bij u en jou is, maar in je werk, in je studie, moet je vooral heel veel presteren. En we horen in de media heel veel over jongeren die al heel jong een burn-out krijgen, omdat ze zoveel moeten doen. Je moet studeren en je moet werken en je hebt misschien een vriend of een vriendin en je moet van alles en verenigingen enzovoort. Je kunt er helemaal uitgeblust door raken. Maar in de kerk leven we van de krijg van wat God doet. Wat een geweldige ontspanning. We worden geen slaven, maar in het evangelie maakt God ons zijn kinderen door het geloof. En dan staat er ook, God geeft vergeving van zonden. En dat doet hij door de genoegdoening, de betaling zou je kunnen zeggen, door Christus. Christus heeft betaald aan het kruis. En dan vergeeft God niet maar een beetje, hij vergeeft alles. Al mijn zonden en ook mijn zondige aard. Nou, wat is je zondige aard? Nou, jongens en meisjes in de kerk, ik weet niet of je wel eens een auto hebt gezien die op een dijkje staat. Nou, misschien zie je dat wel eens, dan moet je er maar eens op letten. Maar als een auto op een dijkje staat, een helling dus, ja, wat moet de bestuurder dan altijd doen? Nou, dat weet je misschien wel. Dan moet hij die auto op de handrem zetten. Je hebt gelukkig ook auto's die dat tegenwoordig automatisch doen. Maar als dat niet gebeurt en je stapt uit zo'n auto, wat zou er dan gebeuren? Dan gaat zo'n auto natuurlijk naar beneden rijden. Dat is de neiging die die auto heeft. Als er geen handrem op zit, dan gaat hij bewegen. Dan gaat hij naar beneden. En dan botst hij misschien wel tegen een andere auto aan. Of erger. Nou, dat is de neiging die die auto heeft. En wij hebben ook zo'n neiging. Wij staan ook op een helling, zeg maar. En er zit een handrem op. De Heere God en onze papa's en mama's en de mensen om ons heen, die zeggen van, nee, je moet wel zus en zo doen. Je moet geen fouten doen. Je mag geen andere kinderen zomaar slaan. Je mag niet stelen. Je mag geen vloeken zeggen.
Dat zijn allemaal handremmen. En het is heel fijn als je een goede opvoeding hebt gekregen. Heel veel kinderen krijgen die niet. En dat je als het ware op de handrem staat. Dat er geen ongelukken gebeuren. Maar als de handrem eraf gaat, als je het allemaal vergeet, of je zit onder de drugs, of je bent dronken, gaan de handremmen eraf. En dan gebeuren er allemaal ongelukken, allemaal lelijke dingen. Hoe komt dat? Dat komt door onze neiging. Dat is onze aard. Als wij losgelaten worden, zijn we als die auto. En er komen ongelukken van. Ik weet niet hoe dat met u en jou is, maar dat is stommen voor een christen. Toch wel een beetje. Misschien is het verkeerde woord, maar het doet toch wel pijn. Dat je maar weinig nodig hebt en je merkt van, oh ja, dat is het oude vlees weer. Dan komt weer die neiging boven om hoogmoedig te zijn. Of toch weer even beter te willen zijn dan die ander. Of toch weer even dat egoïsme. Of toch weer even die foute verlangens. Of toch weer altijd weer die neiging naar geld en goed en mooie spullen. En je weet, het is de mammon. Die neiging. Maar dat wil God dus ook vergeven. He, dat vind je in Romeinen 8, 7, herstel, Romeinen 7. Ik, ellendig mens, zegt Paulus. En dan toch, ondanks dat hij strijdt, ondanks dat hij zegt, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, toch barst hij uit in een loflied in Romeinen 8. Gered door God in Christus. Nou, dit is iets heel persoonlijks. Dat is heel persoonlijk. En laat ik dat ook mogen onderstrepen, dat moeten we nooit vergeten. Dat het geloof in de vergeving van de zonde iets heel persoonlijks is. He, je moet persoonlijk gered worden. Je moet persoonlijk vergeving van zonde krijgen. En dan weet ik ook wel, en misschien zit je daar ook wel mee, dat het in onze cultuur helemaal niet populair is om te spreken over je zonden. Dat kan in de kerk al ingewikkeld zijn. Dat ze zeggen van, nou, wat een zwaarigheid en wat een nadigheid, zonder zus, zonder zo, kan het niet over leuke dingen gaan. Maar als we niet meer weten van zonde, wat dat is en hoe diep dat gaat, dan raken we ook het evangelie kwijt. Hè? Want als het allemaal nou wel meeviel en als die zonde allemaal geen rol speelde, waarom is de Heer Jezus dan aan het kruis gegaan? Waarom eten en drinken we dan zijn lichaam en bloed aan het avondmaal, althans in de tekenen van brood en wijn? Vergeving van zonde, als je daar niet meer van wilt weten, dan raak je het evangelie ook kwijt. Dan zit je op het spoor van de vrijzinnigheid en dan verliest de kerk haar identiteit, zou je kunnen zeggen. Persoonlijk, vergeving van zonde. Ja, maar als ik nou eigenlijk niet weet wat zonden zijn, als ik me nou helemaal niet, ja, daar geen last van heb, nou, dan zou ik zeggen, dan heb je de eerste zonde al te pakken. Want dat is namelijk je hoogmoed. Dat is uw en jou en mijn hoogmoed. Dat je jezelf, zoals ik vanmorgen zei, zelf spiegelt. En wie zichzelf spiegelt, die spiegelt zich zacht. Het valt toch wel mee, ik bedoel het allemaal goed. Maar als je nou door Gods wet, door de bril van Gods wet naar jezelf leert kijken en ziet hoe je voordat je daarover nagedacht hebt, de liefde tot de naaste en de liefde tot God tekort doet, dan zit je alweer mis. Vergeving van zonde. En de Heere wil mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. En jongens en meisjes, de gerechtigheid, dat is natuurlijk ook wel een moeilijk woord. Maar je zou het kunnen vergelijken, hè, met een vieze jas. Als je in de modder hebt gespeeld, het heeft geregend en je hebt buiten gespeeld en er lag modder. En je hebt misschien een boom het gebouwd of je hebt een verstoppertje gespeeld. En dan is je jas helemaal vies geworden. Nat en modder en bladeren en wat al niet. Allemaal vies. En dan ga je naar huis en dan zegt je vader of je moeder van, oh, je hebt een hele vieze jas. Weet je wat, ik doe deze in de wasmachine en je krijgt een andere jas, een schone. Ja, dan ben je schoon. Nou, zo'n beeld, hè, zo'n voorbeeld gebruikt de Bijbel ook wel. Wij zijn mensen die onze kleren vies maken. Dat zijn de verkeerde dingen.
de zonde. En dan zegt de Heer Jezus, ik was je kleren schoon. En als God, mijn vader, dan naar je kijkt, dan ziet hij een schone jas, een schoon kind, een schone volwassene. Met kleren gewassen in het bloed van de Heer Jezus. Nou, dat klinkt heel raar, want bloed, daarmee krijg je niks schoon, maar in het evangelie wel. Want bloed van de Heer Jezus betekent zijn leven. Hij geeft zijn leven in onze plaats. En als we voor God komen te staan, dan zegt God, je bent thuis, je komt niet in mijn oordeel, niet in het gericht. Nou, dat is wat we geloven. Ik geloof de vergeving van de zonde. Niet in de eerste plaats gaat het om voelen, maar om geloven, om je toe te vertrouwen aan God. Dat is het eerste. Dat is de persoonlijke betekenis van de vergeving van de zonde. En nu kom ik op het tweede, dat gemeentelijke. Dat kerkelijke kun je ook wel zeggen. Want dan ga ik nog even met u naar Jeremia 31. Want daar zegt de Heer Jezus via Jeremia iets heel bijzonders. Of ik zeg de Heer Jezus, maar de Heer God zegt iets heel bijzonders door Jeremia. En dat begint in vers 31. Dan mag Jeremia zeggen tegen de Israëlieten. Zie, let op, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dus de Heer maakt een heilige afspraak, zou je kunnen zeggen. Hij geeft een heilige belofte. En daar is hij heel serieus in. En zo'n belofte noemt de Bijbel een verbond. Een verbond. En dat is zelfs een nieuw verbond, staat er. Want Israël, ja, was zo ongehoorzaam geweest, dat ze dat oude verbond, die oude afspraak die God aan ze had gegeven toen ze uit Egypte kwamen en toen ze bij de berg Sinaï waren, dat is eigenlijk helemaal kapot gegaan. En dat hebben wij ook wel eens, hè, jongens en meisjes, als je een hele goede vriend of vriendin hebt, en dan zeg je van, wij zijn BFF'en, hè, wij zijn best friends forever. Dan heb je eigenlijk ook een soort verbond. En er zijn soms ook meisjes die hebben ook zo'n kettingje, hè, van je best friend. En dan heeft je vriendin ook zo'n kettingje, de andere helft ervan. Dan heb je eigenlijk een verbond, ook met een teken, zo'n ketting. Maar als je nou eens hele erge ruzie hebt. Je hebt zo'n ruzie dat je erop loslaat en je trekt elkaars haren uit het hoofd. Nou, dat gaat helemaal mis. Kun je dan de volgende dag zeggen van, nou, we gaan gewoon weer verder als best friends. Er is niks aan de hand. Nee, dat kan niet. Je kunt toch zomaar niet verder gaan. Dan moet je toch zeggen van, luister, het ging gisteren helemaal mis. Ik werd zo boos en jij werd zo boos en we hebben elkaar zoveel pijn gedaan. Zijn wij eigenlijk nog wel beste vrienden? Kan dat eigenlijk nog wel? En dan moet je het eigenlijk nieuw maken. Dan moet je eigenlijk opnieuw zeggen van, ja, wij zijn toch beste vrienden, beste vriendinnen. En dat hangertje wat ik om mijn hals heb, dat houden we toch om. En we blijven bij elkaar horen. Nou, zo ging het ongeveer ook tussen God en Israël. Alleen ging het dan telkens van de Heere God uit. Israël vond het niet zo nodig om weer het verbond nieuw te maken. God vond het nodig. En dan belooft de Heere God, ze zullen weer mijn volk zijn, in vers 33. En het zal zo mooi worden dat de mensen van Israël niet meer allemaal ongehoorzaam zijn. En ze zullen niet meer tegen elkaar hoeven te zeggen, je moet de Heere dienen hoor, je moet de Heere volgen. Nee, het zal zo zijn in de toekomst dat ze mij allemaal zullen kennen. Vers 34. Van de kleinste, de kinderen, de baby's, tot de grootste toe, tot de oudste toe. Want, zegt de Heere, en dan komt het, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Dus de Heere God die belooft in dat verbond dat hij met Israël sluit en dat hij weer nieuw maakt. Hij belooft later, hè, straks op het Pinksterfeest, bedoelt de Heere God, dan zal de Heilige Geest komen en dan zal ik zo dicht bij het volk komen. Dan zal ik mijn,
mijn wet van liefde in hun hart schrijven. Het blijft niet meer in hun hoofd alleen. Ze blijven niet ongehoorzaam, maar ze zullen aan mij verbonden zijn. Ze zullen mij lief hebben. En dan zal ik heel dicht bij het volk zijn en het volk heel dicht bij mij. En hoe gaat dat gebeuren? Wat is nou het mooie van dat verbond? Dit. Ik zal hun zonde, hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus die vergeving van zonde, hè, dat is een, vroeger zeiden ze een weldaad, hè, iets heel moois, een schat van het verbond. Hè, en dat verbond kennen wij nog steeds, hè. Want jongens en meisjes, jullie zijn ook gedoopt. Misschien wel hier in de kerk, bij dat doopvond daar. En toen heeft de Heer de God gezegd, je mag ook bij mijn verbond horen. Ik wil graag ook jouw zonde vergeven. En als je het zo bekijkt, dan zeg je, wat is dat bijzonder. Want ik geloof de vergeving van de zonde, ja. Maar ik leer dat in het verbond. In de verbondsgemeente. Nou, dat klinkt misschien een beetje moeilijk, maar dat betekent, jongens en meisjes, dat als je thuis zit en je gaat eten en je hebt gegeten, dan leest papa of mama vast wel iets voor uit de Bijbel, of uit een kinderbijbel. En dan leer je stukje bij beetje wie de God van je doop is. En dan leer je stukje bij beetje dat die God je zonde wil vergeven. En als je dat in de kerk, als je in de kerk bent, dan hoor je dat ook. En op vereniging en op club en op school. En zo leer je in die verbondsgemeente, leer je de dingen van het geloof. Je leert wat zonde is. Je leert wat genade is. Je leert wat gerechtigheid is. Die mooie witte kleren die de Heer Jezus schoonmaakt. Je leert wat vergeving is. Je leert wie Vader, Zoon en Geest zijn. Je leert zoveel dingen over de doop, over het avondmaal. Je leert de geschiedenissen van de Bijbel. En zo, mag ik het zo zeggen, stopt de Heere God maar energie in ons, in onze kinderen, in die verbondsgemeente, zodat we het leren. Ik geloof de vergeving van de zonde. Misschien hebt u dat ook wel meegemaakt. Van jongs af aan in de gemeente, in de kerk. En je hoorde dat wel de ouderen zeggen, ik geloof de vergeving van de zonde. En je hoorde het elke zondagmiddag en het zei je niks. Totdat er iets veranderde. Totdat de Heilige Geest met je bezig ging. En totdat je ging merken, het gaat mij aanspreken. Het gaat de snaren in mijn hart in beweging brengen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Want Heere Jezus, Heere God, u die goed bent. Wat kom ik tekort in toewijding aan u en mijn naaste. En dat is zonde. Wat denk ik vaak slecht over u. Wat denk ik vaak egoïstisch. Dat leer je in de gemeente. En wat is dat dan ook een geweldige zegen. Dat je bij die gemeente mag horen. En wat is het dan geweldig belangrijk dat we ook doorgaan. Met samenkomsten, met diensten houden. En ook al kun je dat alleen maar via internet voor een groot deel als gemeente volgen. Toch maar doorgaan. Toch maar doorgaan met vertellen uit de Bijbel aan kinderen en kleinkinderen. Of aan de kinderen van de club of de jongelui van de vereniging. Wat een zegen dat God ons dat wil leren in de gemeente. Ik geloof de vergeving van de zonde, ja, heel persoonlijk. Maar we belijden dat met elkaar als kerk. En daarom, jongelui, is het zo dom en zo dwaas en zo fout als mensen tegen je zeggen, ja, die christelijke gemeente heb je helemaal niet nodig. Kun je zelf toch ook? Kun je zelf voor kiezen? Kun je zelf bepalen? Jij kunt toch je eigen leven inrichten? Dat is dom. Je hebt die gemeenschap nodig. Je hebt dat onderwijs nodig. En daarom blijf ook trouw. In de gemeente. Trouw je plekje innemen. Dat je van de Heere God gekregen hebt. Het gaat nog verder. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik lees dat, hè. We hebben dat samen gelezen in 2 Korinthe 5. In vers 18.
Dan zegt de apostel Paulus dat God ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. Dat betekent, Paulus is als een ober door de Heere God aangesteld om dat woord van de genade uit te delen. Hè? Zoals een ober of een serveerster in een restaurant je eten en drinken komt brengen. Dat is de bediening. Iemand van de bediening. En zo is Paulus ook een bedienaar, een uitdeler van het woord van de genade, van de verzoening. En dan gaat Paulus verder en dan staat je verstand stil hoor. Moet je eens kijken wat er staat in vers 19. Het lijkt alsof Paulus zich herhaalt, maar dan wordt het ineens heel breed, heel ruim. Kijk, God was het namelijk die in Christus de wereld, er staat de kosmos, met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En, die gedachte zei hij al, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Hij mag als ober dat woord van de verzoening uitdelen. Zag u dat ook staan? Dat God niet alleen maar bezig is met de christelijk gereformeerde Prioolkerk in Veenendaal, of met al die kerken in de wereld, maar God is zelfs bezig, de Heer Jezus is in zijn offer zelfs bezig met de wereld. Ik weet niet hoe u of jij over de wereld denkt. De wereld, daar worden natuurlijk in de Bijbel ook hele negatieve dingen over gezegd. De boze wereld, de wereld die in het boze ligt. Dat is de ene kant. De andere kant is dat het wel Gods wereld is, die hij gemaakt heeft. En die wereld is nooit uit Gods hart gegaan. En hier betekent wereld de wereld van de mensheid. Daar gaat het over, de mensen. Dus er staat dan in vers 19 dat God in Christus de mensenwereld met zichzelf verzoende en hen hun overtredingen niet toerekende. Is dat wel zo? Ja, zegt Paulus, God was dus in zijn gave van de Heer Jezus bezig met die grote wereld, met die ongelovige buurman van jou, met die ongelovige buurvrouw van u, met die vloekende collega, met die moslim, met die sikh, met die hindoe, met die atheïst, met die ietsist. God heeft de mensen gemaakt. Wij kunnen mensen afschrijven. Die hoort niet bij onze gemeente, die hoort niet bij onze kerk. Die valt er buiten. Maar zijn ze daarmee ook buiten Gods oog en buiten Gods hart? Hier staat het heel spannend. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Ja, zegt u, maar wacht eens even. Die kant waar u op doelt, waar u heen gaat, dat zit me helemaal niet lekker, want dat is, algemene verzoening. Of zelfs alverzoening. Nou, als u degelijk catechisatie hebt gehad, misschien vroeger moest u dat allemaal wel leren. Maar dat betekent zoiets van algemene verzoening. De Heer Jezus is voor alle mensen gestorven en nou hangt het alleen maar van de mensen af of ze zalig worden. En de kerken van de reformatie hebben gezegd, nee, zo is het niet. God is niet afhankelijk van ons en van onze keuze. Anderen, die hebben het nog veel bonter gemaakt, veel ketterser, die hebben gezegd van, nee, weet je, eigenlijk is het zo, dat offer van de Heer Jezus is zo ruim, uiteindelijk wordt iedereen zalig. Zelfs, hebben sommigen gezegd, de duivelen, de demonen, komt allemaal goed. Dat is helemaal niet zo. Dan was het ook helemaal niet meer relevant om het evangelie te vertellen aan mensen. Dan kwam het allemaal automatisch goed. Nee, dat bedoelt de apostel ook niet en dat bedoel ik ook niet. Maar het betekent wel dat de Heere God zo ruim is in dat offer van de Heere Jezus.
En zo denkt aan zijn wereld, aan zijn mensen die buiten hem verloren liggen. En zo ruim is dat hij ook gedacht heeft aan de mensenwereld buiten Israël. Gelukkig maar, anders zaten wij niet in de kerk. We zijn geen Joden. We zijn christenen uit heidenen. En hij denkt niet alleen aan Joden en hij denkt niet alleen aan christenen uit de heidenen. Maar hij denkt ook aan ongelovigen. Niet gelovigen, anders gelovigen. Als God dan zo betrokken is op deze grote wereld en als God als het ware bezig blijft met deze wereld. En misschien, dat weet ik eigenlijk niet, maar misschien wel door deze pandemie die hij over de wereld brengt. Zoals iemand vroeger wel eens gezegd heeft, het lijden is Gods megafoon. Hij wil mensen tot inkeer brengen. Klein maken voor hem. Zodat ze hun hoogmoedige mond gaan houden en het hoofd buigen. God is bezig. Als je de natuur ziet, als je de werken van Gods handen ziet, dan kun je daar iets opmerken van hoe God bezig is. Als God nou zo bezig is, en als het offer van Christus nou genoeg is voor een hele ongelovige mensenwereld, zouden wij daar dan ook niet wat meer mee bezig moeten zijn? Paulus was het wel. Hij zegt, wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Zo is Paulus veelal onbegrepen de wereld doorgegaan. Zo is hij uitgezonden uit Antiochië. Zo is hij in Griekenland gekomen, in Filippi, in andere plaatsen, in Rome. Zo heeft hij voor Jood en Griek het evangelie neergelegd, uitgedragen, gesmeekt, laat u met God verzoenen. Laten we nooit denken dat de vergeving van de zonden een smalle zaak is. Alleen maar bestemd voor leden van de christelijk gereformeerde Pnielkerk in Veenendaal. Laten we scherp houden dat wie leeft van genade ook een beetje zendeling wordt. En ook anderen die vergeving van de zonden gunt. Zoals een zendeling uit de vorige eeuw gezegd heeft. Zending begint met een explosie van vreugde. Omdat je kind van God mag weten te zijn. Vergeven. En dat God er ook nooit meer op terugkomt. En zou je dat dan niet delen? Zou je dat niet laten doorschemeren? In je werk, in je handel en wandel. Wereldwijde betekenis. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Paulus was als apostel een bijzonder gezant, maar zendt de Heer Jezus niet elk van ons in deze grote wereld. Gij zult mijn getuige zijn. Geldt dat niet van ieder van ons? Een leesbare brief zijn. Laten we alsjeblieft breken met dat relativerende denken. Ja, mijn collega heeft recht op zijn mening. Ik heb recht op mijn mening. En laten we elkaar maar sparen. Laten we het maar niet over hebben, over de diepere dingen. Denk erom dat je geroepen bent om leesbare brief te zijn, om genade te ontvangen en ook genadig te zijn. Ook aan die moslim en die heiden en die vloeker in jouw buurt, in jouw netwerk. Ik geloof de vergeving van de zonden. Amen.
We gaan danken en bidden. En ik had beloofd, jongens en meisjes, dat ik ook aan jullie zou vragen van waar zouden we voor kunnen danken of bidden? Zijn er kinderen of grote mensen die iets willen zeggen waarvoor we kunnen danken of bidden? Ja, jij. Voor de mensen die corona hebben. Ja, dankjewel, dat is heel belangrijk. Ja, voor jou. Dat het goed gaat op school. Ja, ook heel belangrijk, dankjewel. Anderen. Jij? Ik kan het niet zo goed verstaan. Misschien kan papa het nog even wat harder zeggen. Of jij? Mag ook hoor. Ons hart schoonmaken. Dat is wel een heel mooi gebed, hè? En dat wil de Heere God ook, hè? Ja, onze hart schoonmaken. Ja, anderen nog. Grote mensen misschien. Kinderen durven wel, maar grote mensen. Sorry? Ja. Ja, ik had vanmorgen niet de zondagsbrief paraat, dus ik heb in de consistorie ook wat achterstallige gebeden, voorbeden en dankzegging gekregen. En we gaan inderdaad bidden voor dominee de Jong dat God hem de goede weg opleidt bij het beroep. En we gaan ook bidden voor zuster Van Hunnink van Laar, die maandag een heupoperatie heeft. We gaan ook danken voor de familie Wallet Degens. Die was 15 oktober 50 jaar getrouwd. Heel bijzonder. En we danken ook voor zuster Priem Brouwer. Die heeft een operatie gehad die heel voorspoedig verlopen is. Dus daar willen we ook voor danken en bidden. Anderen nog, die nog even... Ja, u? Zuster Van Dijk, mag ik haar zo noemen? Ja? In een hospice, hè? Zegt u. Ja, ik hoorde inderdaad van de ouderlingen dat er sprake van was, maar ik wist niet zeker of er voorbeden voor aangevraagd was. Dank u wel. Ja, en ik wil tenslotte ook bidden, dat zal u niet verbazen, voor de poster. En voor het werk dat daar mag gebeuren, ook onder moslims. We zijn heel dankbaar dat het eigenlijk steeds meer lukt om met ook heel veel moslims een goede band op te bouwen. En we merken wel dat het heel belangrijk is om te bidden dat God de deur van een hart opent. En we willen ook bidden voor de generale synode die in het najaar nog samen moet komen voor allerlei spannende beslissingen. Laten we samen gaan danken en bidden. Lieve Heere God in de hemel, zo komen wij tot u. Dank u Heere dat u niet zo bent zoals wij mensen, die anderen met een nek aankijken als er iets is voorgevallen, maar dat u genadig bent zoals we gezongen hebben, en vriendelijk en vergevend. En dat heeft nou uw eigen zoon gekost. Heere God, geef dat we nooit kwade gedachten over u denken. U bent goed. Er is geen duisternis in u. U bent licht. Heere, wij bidden of wij echt een beleidende gemeente mogen zijn. Die geloofsbelijdenis niet alleen aanhoren, maar ook mee beleiden en leren verstaan. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik voel het niet, of niet alleen en niet in eerste plaats, maar ik geloof het omdat u uw woord waar maakt. En omdat u het gezegd hebt bij onze doop. En omdat u het laat zien in de tekens van brood en wijn bij het avondmaal. Heren, geef dat we niet zijn als een gemeente die koers en kompas kwijt is. Maar dat we met ouderen en jongeren, want dat belooft u toch in Jeremia, van de kleinste tot de grootste. Dat we u mogen liefhebben en dienen. En in dat nieuwe verbond ons thuis weten, thuis bij Vader, Zoon en Geest. We gaan danken en bidden. Dank u, Heere God, voor de goede dingen die u gegeven hebt aan onze zuster Priem Brouwer. Een voorspoedig verlopen operatie. Zegen haar, sterk haar. Geef dat zij krachten terug mag krijgen. Dank u ook voor de familie Wallet Degens, die zelfs een huwelijk van 50 jaar mocht gedenken. Wat een bijzondere zegen van u. Denk aan hen met alle die in liefde aan hen verbonden zijn.
We denken aan zuster van Hunnik van Laar, die maandag geopereerd moet worden. Geeft u dat de spanning als die er is weg mag vallen. Geeft dat ze zich gedragen weet door u en door de dienst van uw engelen. We denken ook aan het beroepingswerk, aan dominee de Jong, wijs hem de weg. En als het kan, Heere, geef ook hier vervulling van de vacature. We bidden voor de poster en de mensen die daar bereikt werden en worden. Geeft u de vele vrijwilligers dat ze met hun hart en ziel dat werk mogen doen. En maak ze ook en ons samen tot voorbidders. We denken aan de synode die in het najaar nog samen moet komen. Waar zulke spannende beslissingen te verwachten staan. Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen, we weten niet hoe het moet. Wilt u leiding geven? Wilt u een weg banen? Zoals u dat eenmaal ook deed voor Israël, zelfs door de zee heen. Heren, we hebben ook van de kinderen gehoord en ook van volwassenen de zaken die op hun hart liggen. We denken voor de mensen die corona hebben. Misschien hebben ze het maar heel mild en zijn ze alleen maar wat verkouden soort van. Dan moeten ze wel thuis blijven. Denk aan hen, maar denk ook aan de mensen die in het ziekenhuis liggen. En dat zijn er best heel veel, horen we. Denk ook aan de mensen die op de intensive care liggen en die beademd moeten worden. Wat zo zwaar is en zo moeilijk is. Geeft u dokters en verpleegkundigen wijsheid. En heren, als het kan, geef zegen. Geef ook dat er ook een middel gevonden mag worden tegen deze kwaal. En tegelijkertijd, heren, buigen we ons hoofd. Want hebben wij het er nu naar gemaakt als moedige, eigenwijze Nederlanders, dat u ons te hulp zou schieten? Of als mensheid van deze wereld, waar zoveel gaande is, waar zoveel wordt gespot met u en uw geboden die overtreden worden? We hebben het er niet naar gemaakt, heren. We buigen het hoofd. Ontfermt u zich over ons en deze hele wereld. En denk ook aan deze wereld waar u toch aan gedacht hebt toen u uw zoon gegeven hebt. Heere, geef dat de wereld in de breedte en diepte van al die volkeren, dat daar geloof mag komen en bekering, wedergeboorte, vernieuwing, dankbaarheid. Geef het hier in dit eigenwijze, stijfkoppige Nederland, waar de mensen zo hoogmoedig kunnen zijn, zo los van God geslagen. We bidden voor de kinderen die het best wel lastig vinden op school, zoals een van de kinderen het zei. Geef dat het goed mag gaan op school. Goed met de kinderen, dat er geen zieken komen. Goed met de meesters en de juffen. Goed met het leren als het moeilijk is. Heere, zegent u het hele onderwijs. Juist ook als het ingewikkeld is in deze tijd. We bidden ook of u ons hart wil schoonmaken, zoals een van de kinderen het zei. Heere, maak ons als een kind, zoals u dat gezegd hebt, Heere Jezus. Want die als een kind worden, zulken krijgen toegang tot het koninkrijk van de hemel. Heere, maak ons als kinderen die het belijden, ik heb de Heere Jezus nodig. Heere, geef ook aan onze kinderen, naar uw belofte uit Jeremia, geloof en bekering. En geef zo een nieuwe generatie, die niet alleen maar traditionalistisch is, omdat het zo hoort of zo, maar van binnenuit die u vreest en dient, de plekken inneemt in de kerk, in de samenleving, plekken inneemt in het ambtelijke werk, in het missionaire en diaconale werk, geef uw zegen. We bidden ook heel bijzonder voor zuster Van Dijk, die in een hospice ligt. Heer, het ziet er menselijk gesproken zo uit dat haar dagen geteld zijn, zoals dat voor elk van ons geldt, maar in een hospice wordt het toch heel anders. Komt het toch heel dichtbij. Draagt u haar. Troost u haar. Wilt u haar zo vasthouden dat sterven voor haar geen sterven is, maar thuiskomen. Geef dat het woord van Paulus voor haar in vervulling mag gaan. Ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. En leer het ons ook maar na te zeggen. Heren, zo zien we op u. Zo gaan we een nieuwe week in. Een week van herfstvakantie wellicht. Of een week van werk. Geef ons wat nodig is. Vanuit deze zondag.
om met vreugde u te dienen, om de mensen om ons heen te dienen, om de liefde centraal te houden, omdat u ons heeft lief gehad. Maak van ons mensen die weten wat vergeven is, omdat u ons eerst vergeven hebt. En geef dat het niet alleen woorden zijn, maar beleving, geloof, tot eer van u, om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen, en gelukkig mag dat niet alleen met hart, maar ook met mond, in de kerk, Psalm 98, vers 2 en 4. Dat vormt onze slotzang, Psalm 98, vers 2 en 4. Ontvang in geloof de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jou vrede. Amen.